Ik zat dus gisteravond een beetje te zappen zo, hè. Poep, poep, televisie. Ik kent het wel, van ja, die talkshows was niks. En dus ik dacht van, ja, weet je, zap nog een beetje heen en weer. En ineens val ik midden in de wedstrijd Manchester United tegen Middlesbrough. En dat is FA Cup, ja. Maar ja, het was verlenging al. En het was 1-1. Maar ik wilde eigenlijk naar bed toe, want ja, ik dacht, ik zou gapen, weet je. Ik dacht, ik ga naar bed, maar nee. En ineens word ik toch weer heel ouderwets gegrepen door het voetbal. Het pakte me zo weer bij de strot. Ja, want het was, en dat voelde ik ook in één keer weer, de FA Cup. Ja, de FA Cup, dat is iets, vrienden, dat is iets heel speciaal. Ik heb dus in het verleden heb ik het geluk gehad dat ik vele malen als commentator naar Wembley mocht om de FA Cup Final te verslaan. Nou, een grote plezier kon je mij niet doen. Daar keek ik naar uit als een kind die net zijn schoenen had gezet voor Sinterklaas. Dat gevoel, de FA Cup Final, dat is het allermooiste spektakel wat er is. Dat is een evenement, dat is bijna niet te beschrijven qua sfeer, qua spanning, qua, ik bedoel, vroeger Arnold Muren, die heeft ooit eens een keer die wedstrijd gespeeld met Manchester United en hij won de cup, en hij won de FA Cup. En die hield niet op om daarover te vertellen. En daar had hij ook gelijk in, want het is heel speciaal. Het is ook de oudste en de meest belangrijke beker in voetbal. Nou goed, in ieder geval, dat voelen die spelers in Engeland ook. En die weten dat ook. En zeker die van Middlesbrough, want luister, die spelen in de Championship. Die zitten ergens in de middenmoot daar. En die moeten uit naar Old Trafford tegen Manchester United. Nou, dan gaan ze van 10 keer voor de 10 keer verliezen ze daar. En die gaan dus met weinig verwachtingen daar naartoe natuurlijk. Een Nederlandse club zou dan misschien zeggen, nou ja, weet je, laat die wedstrijd gaan. Ik heb daar helemaal geen zin in. We richten ons op de competitie en de groeten met die beker. Nee, niet in Engeland. Nee, die spelers weten wat het is. FA Cup, dat is hele andere koek, vrienden. En dat zag je ook aan die spelers van Middlesbrough. Want die, ja, die gaven werkelijk alles. Ik bedoel, die vochten Nadal-achtig voor iedere millimeter. Die knokten voor elke bal. Het was fantastisch om te zien. En die gasten, die hielden het dus vol. Middlesbrough hield het vol op Old Trafford en het bleef 1-1. We kregen strafschoppen en zij namen ze goed en die van United ook. En het ging maar door en het ging maar door. En uiteindelijk, eentje van United, die knalde de bal over het doel. En Middlesbrough gaat door in de FA Cup. Die sprong zo verschrikkelijk gat in de lucht. En die probeerden wanhopig een vorm te geven aan hun vreugde. Dat was werkelijk fenomenaal. En tegelijkertijd zag je Ronaldo, ja, die zag je afdruipen. En zo, vrienden, zo mooi is voetbal.